Twee jaar geleden zette Doutzen Cruise resoluut een punt achter haar modellencarrière, waarbij ze de modellenwereld bestempelde als corrupt en oneerlijk. Opvallend genoeg blijkt nu dat ze geruisloos weer aan de slag is gegaan bij Victoria's secret. De vraag reist: waarom heeft Doutzen, die destijds aangaf niet meer te willen bijdragen aan de corruptie in de mode-industrie, haar carrière plotseling hervat? In 2020 nam Doutzen afscheid van haar glamoureuze leven als model. Destijds verklaarde ze, Ik dacht. Laat alles maar gewoon zitten. Ik wil ook helemaal niet meer dit werk doen. Ik wil helemaal niet bijdragen aan die corruptie. Ik wilde niet meer voor merken werken waar ik eigenlijk niet helemaal achter stond. Echter, ondanks haar eerdere weerstand tegen de modellenwereld, heeft ze nu in alle stilte haar carrière hervat, deelnemend aan de Body Buy Victoria 2014 campagne van Victoria's Secret. Is het geld op, of speelt er iets anders? Volgens weekblad Party heeft Doutzen haar carrière weer opgepakt voor haar dochter Milena. Anderhalf jaar geleden stond ze al voor een dilemma toen ze werd gevraagd om een show in Parijs te lopen. Doutzen zei ja omdat haar dochter dat graag wilde. Ze schreef destijds op Instagram, ik had mezelf beloofd te focussen op mijn connectie met de natuur en familie. Maar toen Pieter Mulier me vroeg of ik de show wilde lopen, twijfelde ik. Ze, Milena, redactie, zou het me de rest van mijn leven kwalijk nemen als ze niet mocht gaan. Na de show stelde Doudse zichzelf de vraag of ze dit niet vaker kon doen. Waarom niet een tuinder zijn die af en toe op de catwalk staat? Ondertussen krijgt Doudse kritiek op haar besluit. Natacha Harlequin zei onlangs in Show shownieuws. Het resultaat is wel dat ik haar dus niet meer geloof als model. Ik begrijp niet dat je in 2020 zegt, ik ben echt helemaal klaar met deze neppe wereld, ik wil niet meer zo leven, ik wil juist thuis zijn bij mijn gezin in Friesland. Nou, dat begrijp ik volkomen. Maar gaat dat leven dan leven?